Hoe ging de bal bij jullie? Ja, ging prima eigenlijk. Alles liep voorspoedig. De duiles die we nodig hadden, die kregen we. Dus ja, zoals andere groepen, die kregen we al tekort en die moesten alternatieven gebruiken. Maar bij ons was er gelukkig geen sprake van. Want hoe kan het dat jullie dat niet hebben? Omdat wij, wij hebben duileteelers, die zijn er eigenlijk hele dagen mee bezig. En ja, ook hele dagen gesproeid, ondanks droge weer, hebben wij toch nog aardig goed dahlia's kunnen plukken van de velden. En ja, voor ons scheelt dat een hoop dat de kleuren die we hebben gebruikt voor de wagen, die komen van ons eigen veld af. Dus eigenlijk wat we zelf hebben houden we eerst. En ja, wat we over hebben gehouden, dat is naar Winterswijk gegaan. En wat voor wagen maken jullie? Dit jaar hebben wij het thema steenbok. Ja, het is eigenlijk een steenbok die uit steen gehouden is. Het is een 3D-ontwerp. We hebben hem met de computer gemaakt. Aan de voorkant zie je de horens van de bok. Hij staat eigenlijk een beetje in een aanvalshouding. Dus pas op als je ervoor loopt. Hij moet dreiging uitstralen. Hij is natuurlijk nog niet helemaal af, omdat het een soort kunstwerk is. Maar ja, aan de hand daarvan, toch aan de voorkant zie je hem wat meer uit steen gehouden. En hoe verder je naar achter gaat, dan wordt hij steeds robuuster, steeds ruwer. Zie je dat de fijne kantjes er nog af moeten. En dat zul je gaan zien. Een gevaarlijke wagen? Een gevaarlijke wagen. Helaas geen beweging, maar ja, dat hoort niet bij een standbeeld. Het is gewoon een gevaarlijke wagen die straks dreiging moet zorgen in de straat. En dat mensen er wel een beetje bang voor worden, maar toch gaan applaudisseren voor ons. Welk gevoel kijk je zelf naar de wagen? Met trots. Het is toch elk jaar wel weer, je bent er een heel jaar mee bezig. Dag in dag uit ben je er gewoon druk mee met dingen regelen, met lassen, met slijpen, ja, noem maar op. Ja, en als dan zoiets uiteindelijk in de straat, door de straat heen gaat, dat is gewoon een speciaal gevoel. Het is een... het is eigenlijk gewoon niet het omschrijven. Als je nou ook nog het applaus krijgt van het publiek, is gewoon een kippenvel moment soms. En dat is misschien ook wel voor de jeugd uit Winterswijk iets om over na te denken. Het is altijd lastig om mensen erbij te krijgen. Ook voor ons, voor alle andere jongens, alle andere groepen. Denk er eens over na, ook als kind zijnde. Van hey, het is wel iets wat uiteindelijk, je bent er heel jaar druk mee. En als dat dan op de straten komt te staan, ja, dat is gewoon mooi als je dat kippenvel op je huid gewoon voelt. Het is echt geweldig als je dan zo'n wagen op de straat kunt brengen. Mike. Wat gevoel heb je nu dat het gelukt is? Ja, voldaan gevoel. Je werkt het hele jaar voor om hem in elkaar te zetten. Om in Winterswijk te komen met de dahlia's erop. En je ziet altijd wel, op het moment dat je papier erop gaat plakken, dan krijgen we weer wat meer beeld dan wanneer alleen het ijzer. En dan komt de verf erop, dus dan weet je een beetje wat voor kleur die gaat krijgen. En uiteindelijk als de dahlia's erop zitten, ja, dat is een voldaan gevoel dat die af is. Dat je missie geslaagd is en hopen dat Winterswijk er dan ook van kan gaan genieten. En nu is het inmiddels zo'n 11 uur. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, even de puntjes op de i zetten natuurlijk. Zo dadelijk gaan de horens er dan weer af die je erop ziet. Omdat we anders niet in Winterswijk kunnen komen, dan komen we in de bomen. Dus die gaan we er zo weer even afhalen. Even bijwerken, want die heeft ook nog wel iets schade opgelopen toen we erop zetten. Maar goed, dat is een paar minuten werk. En dan gaan we gezellig met z'n allen even een biertje drinken, napraten over het jaar wat er goed ging. Wat wat minder goed ging. Over het plakken gaan we even navragen wat de plakkers ervan vonden. En morgenavond spanning, billen knijpen, nagelbijten voor wat voor prijs je krijgt? Ja, nu op het moment nog niet. Dat zal waarschijnlijk wel inderdaad morgenavond komen. Maar we zullen zien. We hebben al gezegd, meedoen is belangrijker dan winnen. Het zou mooi zijn als we geen laatste worden, want dat wordt natuurlijk niemand. Maar dit jaar was gewoon een overbruggingsjaar om weer een wagen in de straat te krijgen. En volgend jaar gaan we weer meedoen, omdat... We hadden toch even een nieuwe groep, dus we moesten even aan elkaar wennen. Maar ik denk dat we ook met de nieuwe groep hebben weer een mooi resultaat in elkaar gekregen. En mogen we weer trots zijn op de wagen die we ook dit jaar weer door de straten laten gaan. Yeah!